Hoi, ik heb vandaag een mededeling en die mededeling is niet zo heel erg leuk. Voor mij is het niet zo erg leuk. Zoals jullie weten, hadden jullie in mijn vorige video gezien dat ik mijn koffer heel leuk aan het inpakken was. En dat het echt helemaal happy de peppy je leuke leuk was. Maar in die video had ik al een beetje last van verkoudheid en ik dacht, weet je wat, gaat wel over, niks aan het handje, ik rock dit gewoon even en klaar. En dat is heel erg fout van mij geweest. Wacht, ik zal het even goed uitleggen vanaf het begin. Nou, koffer ingepakt, heel leuk, bla bla bla. Wij dachten, yes, roadtrip met twee kinderen, juppie de puppy, helemaal geweldig. En in de praktijk lijkt dat helemaal niet zo geweldig te zijn. Oké, we gingen dus weg. Auto's of koffers in de kofferbak gedaan. Nou, we zijn eerst naar Arnhem gereden, want daar woont mijn moeder. Dus in Arnhem blijven we slapen, nachtje. En vanuit Arnhem wilden we door naar Duitsland, naar München. En van München door naar Italië, het Gardameer. En daarna nog even wat verder in Italië rijden. Oké. Echt helemaal geweldig, helemaal top, superleuk idee. En als je geen kinderen hebt, is dat ook echt super tof. Maar nu komt het. Wij zaten in die auto, nou, onderweg naar München. We hebben denk ik zo'n 8 keer file gehad. We hebben er 13 uur over gedaan om in München te komen. En ik was al niet zo lekker. In de video was ik al niet zo lekker toen ik mijn koffer aan het inpakken was. Maar het werd steeds erger. Ik kreeg koorts en ik werd heel erg warm. En nou, het was gewoon echt een hele shitty no-go situatie. Dus op een gegeven moment, na denk zo'n 13 uur te hebben, ja, na zo'n 13 uur te hebben gereden, kwamen we eindelijk in het hotel aan. Nou, ik had dus zo lang in de auto gezeten dat wanneer ik aankwam, dat ik echt het gevoel had alsof ik op heuvels liep. Dat je echt zo'n zweverig gevoel krijgt. Nou, ik dacht, what the fuck, dit kan toch niet? Dit was totaal niet wat ik had gedacht van een vakantie. Oké, nou, in het hotel aangekomen, spullen neergezet en allemaal heel leuk en happy. Dus wij dachten van, nou ja, oké, top, weet je. We zetten onze spullen neer en we gaan kijken waar we kunnen eten. Eindstand was echt alles vol. Nou, we hadden wel het hotel waar we hadden, hadden ze geen avondeten. Dus we moesten sowieso ergens anders gaan kijken om te gaan eten. En het was al laat en de kinderen hadden honger. En een zat aan mijn been te janken. Ik wil eten. En de ander zei, zijn we er al bijna? Zijn we er al bijna? Dus ik kwam echt met zo'n hoofd aan. Echt zo'n fucking hoofdpijn geval. Alles. En ik was al ziek en ik had al hoofdpijn. En toen dacht ik echt van, oh, could it be any more shitty than this? Dus op een gegeven moment, nou, er werd ergens gegeten snel. Nou, snel gaan slapen, want we waren kapot. Omdat we hadden meer in de auto gezeten dan ik me kan herinneren. En ik heb nog nooit, echt nooit van mijn leven zo vaak file gezien. Ik zweer het je. Ik wist echt niet dat er zo vaak file überhaupt ergens kon bestaan. Echt, ik was echt in, wat is dit? Zo fucking veel file. Dat, nee, dat kan niet. Het is niet menselijk. Maar ja, op een gegeven moment hadden we dus snel gegeten, snel gaan douchen, snel gaan slapen. En toen had ik nog paracetamol ingenomen, want ik was echt super beroerd. Nou, de volgende dag werd ik wakker, was het nog erger geworden. En toen hadden we gelukkig wel ontbijt in het hotel, dus wij zijn dan beneden ontbijtje genomen. En toen dachten we van, nou, we kunnen nu twee dingen. We gaan verder rijden of we gaan terug naar huis. En toen begon al een beetje de kriebel te komen van, laten we terug naar huis gaan, dat vinden we helemaal niks. Maar ja, wij zijn best wel doorzetters, dus we waren zoiets van, nee, weet je, we gaan er gewoon voor. Ook al heb ik koorts en what the fuck. Maakt allemaal niet uit. We gaan er gewoon voor. Oké, dus uiteindelijk hadden we besloten om lekker door te rijden. En op een gegeven moment gingen we stoppen bij een benzinepomp. En ja, toen we daar stopten, het was echt all hell break loose. Kinderen schreeuwen, kinderen huilen, kinderen gillen. Ik heb honger. Zijn we er al bijna? Wanneer zijn we er? Duurt het nog lang? Ik vind het helemaal niks. Waarom kunnen we niet vliegen? En toen echt, ik zweer, toen brak er echt iets. Ik dacht echt, oh, moet ik hier nog langer met dingen? Nou, het is gewoon, kijk, mijn jongens is 2, dus die snapt dat natuurlijk niet. Die snapt niet van, nou, we zitten in een auto, we moeten in een auto. Hij denkt gewoon van, hallo, ik wil gewoon eten, ik wil gewoon leuk, ik wil gewoon niet zo lang zitten. En we waren al best wel creatief geweest, want ik had zeg maar de iPad, dat ik allemaal filmpjes opgezet, zodat hij dan filmpjes kon kijken. Maar op een gegeven moment, na een uurtje, heeft hij dat ook gehad, want hij is heel erg ondernemend en als je dan de hele tijd film moet kijken, is helemaal niks. Dus nou, oké, allemaal. Wij zaten dus in de auto en we zeiden van, nou, we gaan toch nog een stukje verder rijden en we zien het wel. Nou, ondertussen was ik naar hotels aan het kijken en tot op een gegeven moment, toen werd ik echt mega beroerd en
op dat tankstation. We hadden eigenlijk helemaal niks te eten. Want ja, wat je daar kan krijgen, vond ik zelf niet zo lekker. En ja, toen dacht ik wel van, ik wil niet meer. Dus op een gegeven moment keken mijn vriend en ik elkaar aan. En dacht echt van, zullen we gaan? En toen dacht ik, ik wilde ziek echt schreeuwen van, ja, ik wil echt naar huis. Ik vind dit zo niks. Laten we alsjeblieft, als we in Nederland zijn, gewoon met het vliegtuig gaan en iets opzoeken waar we het allemaal leuk hebben. Dus toen zijn we weer begonnen met ons weg terug naar Nederland. En toen hebben we ook weer 7 of 8 keer in de file gestaan. En we kwamen om 2:30 s'nachts thuis. Dus ik had echt weer 13 uur in die auto gezeten. Maar ik was zo blij dat ik thuis was. Echt, ik was zo blij dat ik eindelijk kon liggen en mijn benen kon strekken. En dacht van, ja, sorry. Maar dit doe ik dus nooit meer. Ik wil best wel met de auto op vakantie, maar dan wat dichterbij. Niet zo'n hele roadtrip of vaker stoppen. Ik weet niet. Maar dit was gewoon ook slecht gepland van ons. Ik werd heel erg ziek daar. Dus en mijn vriend had ook niet zoveel aan mij. En dan als je dat allemaal alleen moet doen, is dat best wel heftig. Best wel pittig. Dus ja, zodoende zijn we dus na 1 dag alweer teruggegaan naar huis. En nu zijn we thuis gewoon. Ik voel me ook alweer een stuk beter. Want het is al een paar dagen. Ik heb geen koorts meer en alles. En ja, nu zijn we aan het kijken om eind augustus op vakantie te gaan. Naar Spanje all in of zo. Weet je, gewoon lekker makkelijk vliegtuigen. Ja, ik denk dat dat toch het beter bij ons past. Dan het avontuur aangaan. Maar ja, we hebben het wel geprobeerd. En ik, dat zeg ik ook, weet je. Als je het niet probeert, dan weet je het niet. Het was gewoon niet, niet voor ons weggelegd. En dat is dan nog heel erg zacht uitgedrukt, wat ik dan zeg. Ja, dat was eigenlijk mijn mededeling. Mijn avontuur, mijn vakantieavontuur. Dat echt mislukt was. Van fouten leer je en ja. That's life. Zou mijn moeder tegen mij zeggen. Avontuurlijke avontuur. Ja, yeah, you know what I mean. You get that. Vind je dit een leuke video? Vergeet dan geen duimpjes omhoog te geven. Ja, het is eigenlijk niet. Ik ben niet echt creatief geweest in deze video. Ik heb ook geen make-up op. En ik heb ook niet echt veel gedaan aan deze video. Maar ik wilde jullie wel gewoon even laten weten. Van hey, what's up? En vergeet ook niet te abonneren. En als je dan toch abonneert, vergeet niet het belletje mee te nemen. Zodat jij op de hoogte blijft wanneer ik een nieuwe video maak. Ik upload nu 1 keer in de week, maar snel weer 2 keer in de week op dinsdag en op vrijdag. Doei doei!